is Omroep Zuidwest. Omroep Zuidwest. Update. Na langdurige actievoering blijkt de Sneker Stadsherberg toch gesloopt te gaan worden. Het leek erop dat het gebouw behouden zou blijven, maar afgelopen dinsdag heeft gemeente Zuidwest-Friesland alsnog besloten het gebouw neer te gaan halen. En wat is nou precies uw rol geweest bij, rondom de kwestie van de Sneker Stadsherberg? Wat heeft u gedaan? We hebben ons ingezet om dit pand voor de binnenstad van Sneek te behouden. En dat hebben we onder andere gedaan door hier te gaan staan om handtekeningen te verzamelen. En ik heb er de afgelopen in 4 maanden tijd 2500 handtekeningen van de inwoners van Sneek verzameld. En waarom is er alsnog besloten om dit pand neer te gaan halen? Er is onderzoek gedaan naar onderzoeksbureau Arcadis Nederland. En volgens hen is dit pand niet meer te redden en moet het alsnog gesloopt worden. Maar ik denk zelf dat het wel meevalt, hoor, dat dit pand het beste te redden is. Waarom denkt u dat het pand wel te redden is dan? Het pand ziet er weliswaar verwaarloosd uit, maar de muren zijn in een hele goede conditie. En de fundering is goed en het dak is ook goed. Waarom is het zo belangrijk volgens u en uw medestanders om dit pand te behouden? Het is een pand met geschiedenis. Het is een pand uit 1843. En hier is in 1842 de Oosterpoort gesloopt. En als een soort van compensatie om het verlies en de leegte op te vullen, is hier een hele grote stadsherberg neergezet. En die is gebouwd door een hele bekwame stadsarchitect. En dat was Pieter Jentjes Rollema. En alle panden die hij heeft ontworpen, die in Sneek staan er nog. Dus onder andere het gerechtsgebouw en het belastingkantoor op de Hoofddijk en het doopgezinde kerk aan de Zingel, alles staat er nog. En kunt u nu nog acties ondernemen of moet u zich nu gewoon bij de beslissing van de gemeente neerleggen? Ik leg me bij de beslissing van de gemeente neer. Ik denk dat ik verder niks meer kan doen. We hebben alles uit de kast gehaald wat mogelijk was. Wat zijn nu de vervolgstappen voor het pand? Dit hele rijtje gaat tegen de vlakte en er komen hier 14 kopen appartementen. En hier op de hoek komt de replica van de oude stadsherberg. Dat is de bedoeling. Jammer. Ja, heel erg jammer. Dat doet heel erg zeer. Omroep Zuidwest. Update.